eerst even kort introduceren. Paul Lammers is werkzaam als fysieke trainer bij Topsport Amsterdam en onderdeel van Team NL. Hij begeleidt de OLA mannen, vrouwen, mannen en vrouwen talenten en de nationale selectie van de dames 3 tegen 3. En ook begeleidt hij het fysieke traject van turnsters van Turnzet, talent Sanne Veerman, Jong Oranje en de Olympische Turnploeg. Ook is Paul docent fitness en fysieke training bij sportkunde op de HVA in Amsterdam. En hij is werkzaam als fysieke trainer voor individuele high performance atleten. En tenslotte is hij program director en co-owner van Dutch HDA, de Human Development Academy, waar hij onder andere de cursus sportperformance trainer geeft. Paul, floor is yours. Even kijken, dat is een, ja, we zijn live. Goed, nou in ieder geval inderdaad, dankjewel Okke voor deze introductie. Als we gaan kijken wat we vandaag gaan doen, blessurepreventie staat centraal. Het spoorboekje is als volgt. Ik ben al een beetje geïntroduceerd, dus daar kunnen we snel doorheen lopen. Dan gaan we kijken van, oké, blessurepreventie bestaat in feite uit 2 onderdelen. Het gedeelte blessure en het stukje preventie. En we moeten het bekijken in de context van basketbal. Dus we gaan eerst vanuit een sportanalyse naar de niet-analyse van de sporter zelf. Om daarvan uit te kijken van oké, wat zijn dan de blessures en welke preventie kunnen we daar aan toe geven, of in ieder geval aan toeplakken. Met de stem van blessures zijn controleerbaar, ja of nee, daar gaan we het over hebben. Vervolgens gaan we helemaal aan het eind blessures inzoomen en dan voornamelijk 1 blessure die we eruit gaan halen, of een preventiedeel die we eruit gaan halen, met wat oefenstof die ik heb opgenomen met een aantal basketballers. Dus dat is een beetje het spoorboekje voor vandaag. Nou, als we gaan kijken. Weer een mooie 2 of 3 punten erin. Wie is dan Paul Lammers? Kort al aangegeven door Okke. Werkzaam bij het CTO of Topsport Amsterdam gedeelte. Daar aangekoppeld aan het Team NL programma. Waar ik onder meer inderdaad basketbal geleid. Nou, hier kun je nog een klein beetje zien wat het geheel is. Dus daar kunnen we snel doorheen. Want Okke heeft dat perfect verwoord. Wat wel mooi is dat ik ook over de schuur kan heen komen, over de deuren heen kan kijken naar andere takken van sport. Als we kijken van judo tot en met rugby, tot en met voetbal, zwemmen, roeien. Daar komen al diezelfde vragen naar voren. En dat is mooi dat je over de schutting heen kan kijken van op een andere programma's. Hoe kijken zij er nou tegenaan? Wat doen zij in hun preventieve manier van training geven? En noem maar op. Dus dat is zeg maar het deel van de introductie. Nou, als we dan gaan kijken, het eerste gedeelte waar we het gaan hebben is vanuit de context basketbal. Nou, als we dan gaan kijken, dan gebruik ik altijd de watervalmethode. En de watervalmethode is dat je eerst start bij de sportcontext zelf en dan langzamerhand gaat filteren naar uiteindelijk wat je gaat doen in je training zelf. Dus helemaal bij de progression en variations, helemaal rechtsonder. Dan ga je kijken naar van oké, welke oefeningsselectie ga ik kiezen? Wat voor aantal sets, hoeveel aantal reps kop ik aan? Wat zijn de modalitaties, wil zeggen de progressie- en de regressielijnen? Nou, om daar te komen moet je eerst helemaal boven in de waterval starten. Als we kijken bij de niets-analyses, is dat je eerst de game gaat analyseren. Nou, jullie zijn allemaal basketbalcoaches. Jullie hebben allemaal de ins en de out van die niets-analyses wat betreft hoe ziet de competitiedichtheid eruit. Dat is afhankelijk van het niveau waar je in speelt. Heb je ook nog eens een keer nationale wedstrijden of alleen maar in het weekend? Heb je ook een tussenweekse wedstrijd? Om dat vanuit die context te bekijken, vanuit die competitiedichtheid, vanuit de sportbasketbal. En dan kijken van ja, wat voor faciliteit heb ik dan als basketbalcoach? Heb ik maar de mogelijkheid om 1 of 2 keer in een hal te trainen? Kies ik dan straks wel voor fysieke training ergens een plekje te geven of juist niet? Nou, dat zijn allemaal vragen die zeg maar vanuit die sportanalyse naar voren komen. Wat je hier maar linksonder ziet in het plaatje, zie je zeg maar bovenaan de game analyses. Nou, dan zie je daar de game demands, wat basketbal vraagt. En vervolgens ga je daar vanuit die niets-analyses vanuit de sport, ga je naar jouw eigenlijke atleten toe, naar je eigen sporters toe, naar je eigen basketballers of basketbalsters. Dus dat betekent dat je naar de volgende waterval gaat. Nou, dan de volgende waterval is dat je straks gaat kijken naar de niets-analyses van de persoon zelf. Nou, voordat we daar naar gaan komen, gaan we kijken van, oké, dat basketbal, hoe ziet het er dan uit als je het hebt over die biomechanische bewegingen? Dus je gaat kijken naar de kinesiologie. Wat zie je veel in de sport terugkomen? Nou, daar hoef ik jullie niet over te vertellen. Je ziet springen, landen, je ziet wenden en keren, je ziet versnellingen. Je ziet allemaal weerstanden die je kan gevangen of juist moet gaan creëren bij een tegenstander. Met andere woorden, je gaat vanuit het biomechanische aspect kijken van, hey, basketbal, zijn vrij lange mensen.
dan heb je ook langere lever arms, zeg maar, vanuit de biomechanica gezien. Dus dat zou een risico kunnen creëren ten aanzien van toekomstige blessures of juist in de preventieve kant van wat kun je dan daarmee doen? Als je gaat kijken naar de main sporting movements, dus wat komt het meest voor in de sport zelf? Nou, vervolgens als je gaat kijken, je hebt een massa die je moet gaan versnellen en moet gaan decelereren. Dus je gaat kijken naar de force, power en angles. Of je gaat kijken naar de zone actions. En de zone, dat zijn de gewrichten die je, zeg maar, moet gaan verplaatsen, moet aanspannen of juist meer ontspannen. Op het juiste moment van richting kunnen veranderen. Dat zijn allemaal de biomechanische aspecten van de needs-analyses vanuit je sport. Nou, dat hebben we mooi in kaart gebracht bij basketbal. We weten springen en landen, versnellen, vertragen. We moeten van richting veranderen. We moeten tegen weerstanden aankunnen vanuit, zeg maar, een scrimmage. Dat moet je lijf moet dat allemaal aankunnen. Nou, als je dat in kaart hebt gebracht, dan gaan we kijken naar de fysiologische of de metabolische aspecten van basketbal. Dus je gaat kijken naar de energie system demands. Nou, als je daar gaat kijken, dan heb je een aantal key points die je dan naar voren kan halen. En dan heb je eigenlijk de zuurstofsysteem en het, zeg maar, het melksysteem, het anaeroop en het aeroop systeem. En als we kijken naar de korte versnellingen die je moet gaan maken, wenden en keren, weer versnellen, een breakout, een turnover, boom. Dat betekent dat je lijf op een bepaalde manier onder stress wordt gebracht. Nou, dat moet je allemaal aankunnen. Dus ook in de preventieve kant, om juist de vermoeidheid zo lang mogelijk weg te houden vanuit je lijf. Want vermoeidheid creëert altijd een coördinatieverlies. En die coördinatieverlies zou kunnen leiden dan naar een eventuele verstapping of het niet goed kunnen focussen met wenden en keren, waardoor je door je enkel zou kunnen gaan. Dus als je dat goed in kaart hebt gebracht, al die, zeg maar, fysiologische demands om op het lijf, dus de metabolische prikkel van het systeem, dan ga je weer verder naar de injury risk. Dus op bovenstaande gedeeltes ga je gewoon een risicoanalyse maken van oké, we hebben te maken met lange mensen, met lange hefbomen, lange scheenbenen, lange bovenbenen, lange ruggen. Het is een sport die heel veel vraagt van je als sporter zelf. Met wenden en keren je eigen massa in versnelling brengen, maar juist ook weer kunnen vertragen op het juiste moment. Dat betekent dat er heel veel stress op je lijf kan komen. Betekent dat je kijkt naar ook de meest voorkomende blessures in de sport. Nou, daar gaan we zo meteen wat mee doen in een soort dynamische setting. Als je gaat kijken naar het aantal blessures die opstaat in jouw vereniging. Wat zijn de meest voorkomende blessures? Hoe lang zijn ze uit de sport zelf? Dus hoe lang moet je ze laten revalideren om weer terug te kunnen laten komen binnen jouw team? Dat noemen we de average time van loss and return to performance. Dat wil je zo kort mogelijk te halen, maken. Dus ook de rehab wordt daar een belangrijke factor, zullen we zo meteen gaan zien. En ook kijken naar de tijd van het jaar. Om een beetje al vooruit te lopen op de stof. Ik ben dus werkzaam bij de talentteams vanuit de sportacademie, de OLA, de Orange Lions Academy, zowel voor de woman als voor de man. Zowel voor de vrouwen als voor de mannen. En wat we zien zo rondom de november, december maand, waarbij, zeg maar, tentamens naar voren komen. Het weer wordt wat slechter, het wordt wat donkerder. Ze gaan in donker weg, ze komen bij mij in de training. Al die facetten creëert ook een bepaalde risico in zich, een blessurerisico in zich. Dus daarmee spelen van, kijk ook eens een keer naar de tijd van het jaar waar de meeste blessures aan voortkomen. Nou, dan ga je ook nog eens een keer kijken naar de sportcompetitie schedule. Nou, deze maanden ligt die gewoon stil. De competitiedichtheid, behalve voor de hogere teams. Maar ook kijken van, hoeveel wedstrijden doe ik nou in een week, in een jaar, et cetera. Nou, als je dat goed in kaart hebt gebracht, dan ben je in staat om naar de volgende stap te gaan van, oké, vanuit mijn blessure contextbril gaan we kijken van, oké, we hebben nu de sport geanalyseerd. Maar ja, goed, de sport wordt bedreven door sporters, door atleten. En nu gaan we kijken naar de atleet zelf. Dus we gaan inzoomen vanuit de sport naar de basketbalsters of basketballers die bij jou in het team zitten. En dan maak je voor jezelf een soort screen, een current state screen, waarbij je een aantal dingen in kaart kan brengen. Allereerst van, die persoon, hoeveel keer heeft die een knieblessure of een enkel of een schouder of whatever wat voor blessure die heeft. Wel een history previous injury deel. Je gaat kijken naar, heeft die school? Hoeveel keer in de week moet hij naar school? Je gaat al die aspecten meenemen die, zeg maar, hier in dit plaatje, zeg maar, verwoord wordt.
De ene beweegt makkelijker dan de ander. Misschien zit de ene nog in de groei, is de ander net weer uitgegroeid. Dus de movement capacity die een sporter heeft of een basketballer bij jou in het team, kan er heel in groot verschillen. Ook het activiteitlevel, helemaal linksbovenin, kan een rol spelen. Naast het feit dat hij basketbal doet, doet hij misschien nog een andere sport erbij of helemaal niet. Andere woorden, je gaat kijken naar alle facetten die een sporter individueel meeneemt naar jouw basketbalvereniging. Nou, als je dat een beetje in kaart hebt gebracht, dan is mijn vraag van, oké, je hebt nu maar een bepaald beeld van je eigen sporters. We gaan dus een klein onderzoek doen, zeker in de tijd van de verkiezingen. Er moeten allemaal keuzes gemaakt worden om een beetje in die sfeer te komen. Gaan we het volgende doen. Ik heb een aantal blessures rechtsboven opgeschreven vanuit de enkel, kuit, de knie, de lies, de rug, de elleboog en de hand. Dat zijn de mogelijkheden waar je straks aan uit kan gaan kiezen. Wat je gaat doen is dat je je telefoon erbij pakt of je iPad. Je gaat met je camera wijzen naar de QR-code. Dan komt er boven in het scherm een mooi balkje te staan van ga naar menti.com. Nou, die klik je aan. En vervolgens kom je in een soort rechtsbovenin, een soort screen die je ziet van ranked getoonde blessures van 1 tot met 7. Waarbij de eerste die je aangeeft het hoogste komt. Dus als je vindt dat de knie het meeste voorkomt, inclusief de jumpersknie, dan ga je die knie aantikken en dan zeg je submit. En zo kun je zeg maar elke keer een ranking van 1 tot en met 7 maken. Nou, daar krijg je zo meteen 2 of 3 minuten de tijd voor. En dan gaan we eens kijken van met al de mensen die we hebben hier in deze webinar zitten, van wat is nou vanuit de sportanalyse naar de niets-analyses die jullie het meeste voorkomt in jullie situatie, vanuit jullie context, vanuit jullie niveau waar jullie in spelen qua blessures. Nou, de tijd gaat in. Je hebt 2 minuten de tijd om het helemaal te volgen. Paul, heb je voor de mensen die rechtstreeks naar de site van menti.com gaan, heb jij de, behalve een QR-code ook een code in cijfers? Ja, volgens mij wel. En die ga ik nu even zichtbaar maken. Use the code. Hij gaat hem zoeken. 43924227. Ik zal hem ook eventjes delen met jullie. Als jij hem in de chat wil zetten, want ik was tegelijkertijd zelf mee aan het typen. 43924227. Hij komt nu in de chat. Dankjewel, Paul. Dankjewel. Dan ga ik alvast deze voor jullie openen. En hier zien jullie al een klein beetje de votes die binnenkomen, het ene verschilt, het ene gaat weer meer naar boven, een naar de ander. Op het moment staat nummer 1 de enkel, tweede de knie, derde de hand. Dan wordt er een groot gevecht geleverd tussen de rug en de kuit, die steeds wisselend van rug naar boven en kuit naar beneden. Elleboog het minst, lies blijft een beetje hangen op de 6e plaats, rug gaat weer naar boven naar de 4e plaats. Mooi, de kuit neemt het weer over. Goed, we hebben nog 20 seconden om je votes te laten zien. Het is alsof ik mijn eigen blessurehistorie voorbij zie komen, Paul. Ja. Ik heb nog een vraag uit de chat. In hoeverre moeten we rekening houden tussen topsport en breedte sport? Gaat het er juist bij breedte sport niet om dat kinderen wel of volwassenen moeten sporten om te bewegen? En hoe groot is dan de druk op een blessure? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het niveau van de sport ook wel een ander risico met zich meeneemt. En dat heeft te maken met de bewegingscoördinatie die je meeneemt. Een topsporter die, als het goed is, heel goed gecoördineerd kan bewegen. En een beginnend in de breedte sport wellicht nog niet zo goed coördinatief kan bewegen, waardoor hij zijn lijf nog niet kan goed hanteren met wenden en keren, het verstappen op iemand zijn voet. Dus daar zul je de blessures wat meer zien, denk ik, dan in de topsportcultuur als het gaat om een aantal type blessures. We gaan zo meteen kijken van hey, welke blessures kun je nou echt monitoren en kun je een beetje voor zijn. En welke, ja, daar heb je gewoon pech. En daar gaan we zo meteen ook nog naar kijken, Jorrit. Dus hou die vraag nog even vast. We hebben nu wel een soort mooi overzicht van wel topsport tot breedte sport. Van dit is jullie, zeg maar, vote. De enkel heeft het gewonnen ten opzichte van de knie. Een mooie derde plaats voor de hand. Vervolgens de kuit, de rug, de lies en de elleboog als laatste. Ik ga weer terug naar mijn presentatie om dat mee te nemen in het verder verhaal.
Even kijken, waar ben ik? Deze moet ik hebben. En als het goed is, moeten jullie weer terugkomen in de... Ja, jullie zijn er ook weer. Mooi. Dan gaan we naar het volgende. Goed. Nou, daar verder, als we gaan kijken, wat zegt dan de literatuur erover? Dan zijn er heel veel studies nagedaan naar sportblessures binnen basketbal. En eigenlijk wat het meest naar voren komt, als je kijkt het verschil tussen mannen en vrouwen, is dat de vrouwen, de blessure, injuries, frequentie, wel anderhalf maal keer zo groot is als bij mannen. Dat heeft waarschijnlijk een reden. Die reden gaan we zo meteen ook bekijken. En dat heeft te maken met de bouw van het lijf. Maar goed, de eerste indicatie die we hebben van, als we kijken naar blessurepreventie, heeft de vrouwenkant, de tak van het basketbal, een hoger risico op blessures dan bij de mannenkant. Dus dat is het eerste. Het tweede is dat we, als we kijken bij de twee, zowel bij de man als de vrouwen, was bij vrouwen meer knieën en bovenbenen, zeg maar de thighs injuries, een grote invloed. En dat komt zo meteen uit, zeg maar, de bouw van het bekken van een vrouw. En de mannen hadden wat meer, zeg maar, spasme, blessures, zeg maar, op de spieren zelf. Vanuit een soort vorm spanning die te hoog is. Dat was uit het linker onderzoek. Uit het rechter onderzoek, als we daar gaan kijken, dan zie je dat daar ook hetzelfde naar voren komt. Dat de meeste blessures bij de vrouwen te zien is. Girls are more likely to be injured than boys, especially with knee and ankle injuries. And the knee injuries are more likely to be severe. Oftewel, daar zijn wat meer knieblessures te vinden bij de vrouwen dan bij de mannen. En dat zal te maken hebben met het volgende. Nou, als we eerst maar eens kijken naar de topsport. Ik zei net van, dat valt op zich wel mee, hè, die blessures. Omdat ze cognitief goed kan bewegen. Maar je ziet hier bijvoorbeeld bij in ieder geval Kobe Bryant, dat hij best wel veel blessures ook heeft. Omdat je, zeg maar, tegen de grenzen van je eigen kunnen aan loopt in dat laatste deel van dat topsportsegment. Als je hier ziet, hij heeft eigenlijk wel in elk lichaamsdeel heeft hij wel een keer eruit gelegen als je kijkt naar dat hij op de bank moest gaan zitten vanwege een blessure. Dus daar ontkom je niet aan. Je kan niet blessurevrij door een basketballeven heen gaan. Eigenlijk in vrijwel alle sporten, dus wellicht darten, dat de meest veilige sport is. Als je geen pijltje in je bovenbeen wordt gegooid of dergelijks. Maar voor de rest denk ik dat elke sport wel een risico in zich heeft. Nou, waardoor komt nou dat die uit de blessureonderzoeken dat een vrouwen meer blessures hebben dan de mannen? Nou, dat heeft te maken met een skeletal difference, oftewel een anatomische verschil tussen de man en de vrouw. Als je kijkt bij het linker en het rechter plaatje, je kijkt naar het bekken, dus de breedte van het bekken, zie je dat omdat een vrouw een kind zou kunnen baren, dat die wat breder is, omdat daar het kind ook doorheen moet gaan komen. Dat betekent, op het moment dat je je bovenbenen anatomisch erin zet, is dat er al een soort X-stand al gecreëerd wordt van nature. Dat noemen we een valgestand. Nou, die valgestand die geeft biomechanisch een andere krachtoverbrenging in dan bij de mannen, waardoor het bekken wat smaller is, waardoor die lijn wat meer recht naar beneden loopt. Dat betekent dat die vrouw, de vrouwentak van basketbal en bij alle andere takken van sport, een hoog risico hebben voor knieblessures, omdat die knievalgus zo op die manier gecreëerd is. En dat zie je ook veel bij basketballers, bij alle sprongsporten, dat de knie vrijwel steeds invalt bij het landen en bij het afzetten naar boven. En dat geeft best wel een risico. Er zijn sporters die heel lang en blessurevrij door het leven kunnen gaan met zo'n valgestand. Niks op tegen, want dat is een anatomische iets waar je gewoon niks aan kan doen. Je kan moeilijk een stuk van je bot afzagen en dan vanuit recht naar beneden dat die kracht overbrengen prima ontstaan. Maar goed, op het moment dat je het spiercorset er goed omheen blijft trainen, zowel aan de voorkant, maar zeer zeker ook aan de achterkant. Dus wij vanuit de fysieke training hebben vaak de neiging van, we moeten hoger springen, we moeten sneller kunnen wegrennen. Dat we die bovenbenen aan de voorkant heel sterk gaan maken. Maar juist dat spiercorset rondom de knie, dus ook de achterkant, de hamstrings, dat is als het ware de stuur van, zeg maar, het kniegewricht. Dat je die ook, zeg maar, blijft trainen in jouw trainingsprogram design. Maar daar komen we zo nog wel even verder op terug, hoe je dat kan invullen. Dus die Q-angle die je kunt zien bij vrouwen is groter, waardoor de mechanische belasting ook veel groter is op de knie en waardoor ook het op de enkel ook wat groter is. Mooi. Nou, dat wetende, dan gaan we kijken naar de stelling van blessures zijn controleerbaar, ja of nee. Wat je ziet is het rechte plaatje.
is dat er de stelling daaronder wordt geproneerd van ja, blessures, dus best wel gecompliceerd. In andere woorden, je kan er twee kanten mee op. Je kan het deel wat je kan controleren zo goed mogelijk doen. Dat gaan we zo meteen ook bekijken. En er zijn een aantal dingen die je niet kan controleren. Namelijk jouw bodymorfologie, of hoe jij anatomisch in elkaar zit. Als jij een grotere Q-engel hebt als dame, dan heb je dan neem je al een groot risico mee naar je basketbal. De injury history die je meeneemt, waar je misschien op dit moment niks aan kan doen, maar misschien straks wel in de preventieve kant. De leeftijd, hoe ouder je wordt, hoe kwetsbaar je in feite wordt. En dan hebben we nog de laatste, de environment factors, oftewel zeg maar, speel je op een harde vloer, speel je op een houten vloer, waar doe je je wedstrijden? Daar heb je ook geen invloed op. Dat moet je doen. Maar de ene hal die heeft meer risico in zich dan een andere hal. En als je steeds van hal naar hal gaat in je competitiedichtheid, dan de ene keer is het een wat zachtere vloer, een wat hardere vloer. Dat betekent zeg maar dat de scheenbeenvlies blessures, die zeg maar de shinplints, het wat je aan de voorkant voelt, aan de voorkant van je scheenbeen, door zeg maar die lange hefbomen, de spanning wat meer op die kuiten en aan de voorkant en de achterkant komt te staan, waarbij je een grotere kans hebt op scheenbeenvliesontsteking door de wisselende ondergronden. Maar goed, daar heb je geen invloed op. Met andere woorden, je moet een spiercorset rondom die kuit, daar kun je wel wat mee doen. Met andere woorden, we gaan gelijk door naar het volgende. Deze. Hier staat we gaan kijken, wat kan je dan wel controleren? Nou, in ieder geval kun je je spiercorset kun je controleren. Dat is het linkere gedeelte, what you can control, the decreased strength. Ofwel, je kan jouw kracht kun je daarin best wel manipuleren. Dat jij beter in staat om door al die verstoringen die je krijgt, om die te opvangen of die te kunnen gaan gebruiken in je wenden, keren, hoge springen, etc. Daarnaast heb je ook invloed als sporter op jouw slaap. In de zin van, als we gaan kijken naar het slaapdeel en we gaan eens kijken naar, die gaat wel heel snel, Paul. Zullen we zo meteen zien dat slaap een heel belangrijke factor is die blessures wel kan controleren. Dus hoe minder goed je slaapt, hoe minder gefocust je bent en hoe eerder je kans krijgt op een eventuele blessure. Hoe wat je eet, ook dat heeft een bepaalde invloed op je blessurepreventie. De doing too much too soon. Je komt net terug van je blessure en je wordt gelijk volledig ingezet in je team, want je bent een belangrijke factor. Ook dat is wat je zelf kan controleren als team, als coach, van dat je ze langzaam return to play kan inzetten, ook in je trainingen. Niet gelijk vanuit een hele lange tijd niks gedaan te hebben, gelijk weer volle bak, full court aan het spelen is. Of spelen laten komen. Nee, gebruik minuten in, gebruik minuten uit, bouw dat rustig op. En dat heeft te maken met de acute en chronic training load. Wat is dat, de AC-ratio? Is dat wat je nu op het lijf neerzet en wat je de voorgaande weken al zeg maar, opgebouwd hebt, de chronic training load. Als jij een hele lange tijd heel hard getraind hebt en je gaat dan nog eens keer nog harder trainen, dan is dat minder risicovol dan dat je een hele tijd helemaal niks gedaan hebt en je gaat vervolgens een hele grote load op dat lijf creëren, waardoor het verschil te groot is. En andersom ook in de underload fase. In andere woorden, blessures zijn dus onontkoombaar. In je hele leven, ik hoorde net ook wel van jou, dat jij je eigen risico of je eigen profiel zag komen zeg maar, in het voordeel. Dus in dat waar je uit kan kiezen. Met andere woorden, je ontkomt er niet aan. Dan kun je er twee tegen tegenaan kijken. Je kan het zien van shit, ik heb een blessure. Of je gaat omdenken en van oké, ik heb nu die blessure. Shit happens. Maar je kan het ook zien als een opportunity, als een soort mogelijkheid om daar iets mee te doen. Je ligt er wat meer uit, met andere woorden, je kan wat focussen op andere aspecten van jouw lijf om die sterker te maken. Oftewel, als je twee armen geblesseerd hebt, heb je altijd nog een twee voeten om daar mee te trainen. Dus het is niet noodzakelijk om als je een blessure hebt, om totaal te stoppen met of met basketbal of met jouw gymnastics of zeg maar om je gymschema heen of je homeschema. Dat is geen excuus. Een plaatje linksonder zie je een mooi iets van een meisje wat de elleboog of de pols geblesseerd heeft, maar gewoon blijft doortrainen omdat het een mogelijkheid is om dan die benen goed aan te pakken, om die sterker te maken.
Nou, we hadden het net over een stukje controleren vanuit een gecompliceerde situatie. We hebben dingen waar we niks aan kunnen doen en we hebben een aantal dingen die we wel kunnen doen. Nou, ik heb de blessurepreventie in twee delen uitgesplit. Het eerste wat je zou kunnen doen als basketbalcoach is om te kijken naar de readiness. Hoe is jouw speler in staat om vandaag de hele training mee te doen? En ten tweede, als hij een blessure heeft, wat kun je dan doen in de prehab of in de rehab deel? Nou, laten we eens naar kijken. Het eerste wat we kunnen doen is, wat ga je dan als readiness ga je dan toepassen? Je kan op twee manieren de readiness toepassen. Je kan hem fysiek doen, dus je doet iets fysiek en je gaat kijken van, hey, wat ten opzichte van de vorige keer anders is. Dat zou je kunnen bekijken van, is hij in staat om hetzelfde te doen in de vorige training als nu? Of je kan een questionnaire of een soort kort vragenlijstje voorleggen aan jouw sporters voordat je gaat starten. Dus komen binnen of ze hebben in een soort app of in een andere situatie, hebben ze al dingen voor je ingevuld. Nou, wat wil je dan graag weten als coach? Je wil graag weten van, misschien wil je wel weten hoeveel spierpijn ze hebben. Dus als we kijken naar het rechte plaatje in, zeg maar, what do coaches want, zie je muscle soreness een grote aandeel hebben in zo'n questionnaire. Van dat jij weet ongeveer waar zit dan die spanning van het lijf te veel. Zit in de hamstring, zit in de kuit. Dan kun je daar alvast voor die persoon de training een klein beetje aanpassen. Wat minder sprongbelasting als die kuit te veel op spanning staat. Op die manier kun je dat op die manier doen. De andere facetten zie je hier rondkomen. En eigenlijk wat ik als fysieke trainer vaak doe, is dat ik ga kijken naar het volgende. Ik ga kijken naar zowel objectieve als subjectieve factoren in mijn monitoring. Dus om readiness te kunnen bepalen voor blessurepreventie, wil ik graag weten, ben ik in staat vandaag mijn programma totaal op jouw lijf te creëren? Oftewel, ik ga kijken naar zowel subjectieve markers als objectieve markers. Ik kan jou vragen naar jouw RPE vanuit je vorige training. Dus de training die je gisteren gehad hebt. En de RPE wil zeggen van hoe je zwaar je de training hebt ondergaan. Dus als ik een 0 tot 10 schema of een 0 tot 10 ranking heb. En de score de vorige dag 9. Dus eigenlijk kan bijna niet meer lopen door jouw training. En ik heb de volgende dag een full court gaan training van basket naar basket. Dan zou dat een reden kunnen zijn van, hey, gisteren had je 9. Nou, weet je wat, we doen wat meer schiet of drills, wat skills oefeningen. En we laten dat full court sessie, laten we even zitten. Of ga kijken naar de wellness questionnaire van, hoe zwaar heb jij je spierpijn? Wat is jouw slaapkwaliteit? Wat is jouw slaaphoeveelheid? Kan ik daar iets mee doen? Met andere woorden, heel kort, hoeft maar 2 of 3 vragen te zijn die je kunt voorleggen aan jouw sporters om te kijken van, hey, zijn ze fris binnen? Daar komt het in feite op neer. Paul, mag ik hier een aanvullende vraag over stellen? Dan maken we hem wel heel praktisch misschien op een ander niveau waar jij dagelijks mee te maken hebt. Maar we zien in de, met name breedtesport, ook nog wel kinderen met name die met energiedrankjes, AA'tjes en andere suikerhoudende apparaten binnenkomen. Zo van, heb ik even lekker een boost voor de wedstrijd. Kan je daar iets over zeggen? En met name hoe groot dan het verval is gedurende het uur of de anderhalf uur dat je ze daarna nog hebt. Ja, nou, als je gaat kijken van in al die energiedrankjes, er zitten heel veel suikers en heel veel cafeïne om, zeg maar, het lijf even zo'n booster te geven van, er komt allerlei dingen vrij. Daar heb je in een hele korte tijd heel veel aan. Maar ik zeg al in een hele korte tijd, want we hebben een lijf die, zeg maar, reageert op hetgeen wat je inneemt. Je hebt een soort bloedsuikerspiegel, die, zeg maar, een continue niveau wil hebben. En die ga je ineens verstoren door heel veel suikers ineens in te pompen met heel veel cafeïne. Waardoor het lijf een soort feedbackmechanisme in zich kent van, hey, er komt te veel suiker in mijn bloed. Ik moet die suikers uit mijn bloed halen, want dat is niet gezond. En die gaat hij dan als het ware onttrekken of juist sturen naar plaatsen waar je het niet graag wil hebben. Een heel ingewikkeld fysiologisch verhaal, maar waar het op neerkomt is dat je in het begin heb je staat te stuiten op het veld. Maar hoe verder je komt, zeg maar, in de wedstrijd of in de training zelf, dan neemt jouw aandachtsfocus af. Omdat je als het ware al je bloedsuikers, die ga je als het ware in de cellen, ga je wegstoppen. Dan zei je denk van, nou, dat is hartstikke goed. Maar juist die bloedsuikerspiegel is voornamelijk belangrijk voor je hoofd.
Want dat is de enige hersenbarrière waar de glucose doorheen kan. Als dat te hoog zou zijn, dan zou er een risicofactor komen op het hersengedeelte. Door al dat bloed nou, of al die suikers uit je bloed weg te halen naar het systeem van je spieren en andere organen, is dat je eigenlijk je bloedsuikerspiegel verlaagt. Waardoor je een beetje draaider gaat worden, je focus, je coördinatie gaat wat minder worden, met kans op een blessure door zeg maar een coördinatieverlies. Dus eigenlijk het educatieplatform wat we zouden moeten creëren als coaches van dat soort drankjes liever niet meenemen naar de training en niet te gebruiken in de training. Ik weet dat heel veel sporters het doen, dat ze best daar een boost van krijgen, zeker aan het begin van de training, maar fysiologisch gezien zou ik het niet aanbevelen. Dat eigenlijk zit de vraag, waarom denkt iemand het nodig te hebben? Dat is eigenlijk een veel interessantere vraag. Want dan kom je op de andere aspecten die je net hebt benoemd. En dat is waarschijnlijk de nutrition staat. En de nutrition staat zegt van, wat eet je dan van tevoren naar zo'n wedstrijd toe of naar zo'n training toe? Vaak van school, weinig tijd om te eten. Dan pak ik maar even, ik voel me niet zo fit. Ik pak wel even zo'n energiedrankje. Een heleboel dingen kun je ook halen uit de voeding. Als je voeding goed onder controle hebt, maar goed, daar zijn de ouders verantwoordelijk voor. Zeker in de breedte sport. Daar is ook nog heel veel winst in te halen. Dat klopt, ja. Een andere vraag op een totaal ander aspect. Je had het net over omgevingsfactoren. We moeten natuurlijk veel buiten doen op dit moment. Ja. Hoe kijk jij aan tegen de, nou ja, misschien is het wel een discussie. Discussie over de basketbalveldjes. Want sommige veldjes zijn hartstikke mooi, strak geasfalteerd of hebben een mooie, goede ondervloer. Terwijl bij andere veldjes de tegels schot en scheef liggen. Ja. Wat natuurlijk vanuit skills oogpunt, als je daarop kan basketballen, dan kan je overal basketballen, wordt wel eens gezegd. Aan de andere kant, ten aanzien van de enkeltjes, hoe sta jij erin? Ik sta er een beetje dubbel in. Dat wil zeggen, ik moedig juist aan op dat soort veldjes te trainen, omdat het lijf zich gaat aanpassen aan omgevingsfactoren. Wat je vroeger ziet, om even uit de basketbalcontext even te stappen en richting voetbal. De voetballers, de straatvoetballers die om konden gaan met allemaal die verschillende de drempeltjes van de schots en scheef, zand, straatstenen die niet goed liggen. Dat die veel meer skills, vaardigheden werden dan zeg maar degene die op een mooi kunstgrasveld nu steeds aan het trainen zijn. Een ander voorbeeld is vanuit de honkbal. We hebben in Nederland een hele goede honkbalstructuur die best in Amerika gekeken wordt van een aantal hele goede spelers die komen uit Nederland. En voornamelijk uit Suriname en Aruba. En daar spelen ze op hele slechte veldjes met hobbeltjes. En waarschijnlijk is dat de reden dat zij zo goed zijn. Omdat ze zich geadapteerd hebben op die omstandigheden. Dus ze hebben daar te leren met al de skills, met verrassingen die zij kunnen pareren. Vervolgens, wat heeft nu de Baseball Academy gedaan? Die heeft gezegd van, nou, door zoveel goede sporters uit dat land, we gaan daar een mooi stadion neerzetten, zodat ze daar beter kunnen trainen. En ik denk dat over een x aantal jaren de grote spelers uit Nederland niet meer uit Nederland gaan komen. Omdat juist die ene factor, dat oneffenheden in de velden, is weggehaald. Waardoor ze niet meer streetwise werden opgeleid. Dus ik denk juist het spelen op dat soort type ondergronden. Ja, dat is dus de ene kant, zeg ik ja tegen. Dus zeg maar om de omgevingsfactoren zodanig te veranderen dat het lijf gaat reageren. Dat een bal een keer verkeerd wegstuitert, dat je daarop moet gaan reageren. De andere kant van het verhaal is wat je ook dadelijk aangeeft. En dat is mooi een discussiepunt van, ja, als er een paar aantal tegels een beetje raar liggen. En je komt vanuit een situatie dat je altijd getraind hebt in een zaalstructuur met alles mooi gelijkmatig glad. En je gaat ineens op dat veld spelen. Dan heb je weer zeg maar die acute chronic workload ratio. Waarbij je altijd een bepaald niveau hebt gedaan. En nu ga je op een veld spelen die vele malen hoger skills level heeft, nodig heeft dan het ander. Je zou dus daarin moeten gaan, in mijn ogen, moeten rustig gaan opbouwen. Maar goed, die tijd hebben we niet. Je mag niet meer naar binnen, je moet volledig naar buiten. Wees daar wel inderdaad voorzichtig mee. Maar ik denk wel dat het straks, op het moment dat je weer binnenkomt, wellicht een voordeel in zich heeft gehad. Want je moet reageren op alle rare omstandigheden die je in een zaalsituatie niet zou hebben. Dus ja en nee, daar komt het in feite op neer. Dankjewel, ga door. Mooi. Nou, als we gaan kijken naar die readiness, hadden we net gezien van we kunnen een questionnaire toepassen en we kunnen ook fysiek iets doen.
Kijk, in mijn luxe situatie hebben wij de mogelijkheden om een aantal fysieke testjes, kleine testjes doen voordat een training start. Om te kijken van, hey, hoe hoog springt een meisje of een jongen vanuit een vorige situatie, dus een vorige training. Dat doen we met een gymaware, een mooi koordje. Maar een collega van mij die doet het nu zeg maar op een muur. Die heeft zeg maar een aantal streepjes neergezet. Ze komen binnen, ze springen naar het streepje toe. Hij noteert de hoogte van het streepje. De volgende training komen ze weer. Ze springen weer en kijken of ze dat streepje weer kunnen halen. Zo niet, als ze minder springen, dan kun je een aanname nemen. Het is niet evidence-based van hey, hij doet wel zijn best om dat streepje te halen, maar hij haalt het niet. Misschien is hij nog niet ready genoeg voor deze training. Dat je op een praktische manier omgaat met een objectieve maat van hey, hoe hoog spring ik, met 3 sprongen gemiddeld van hey, dan spring ik minder, dus ik zou mijn trainingen moeten aanpassen in spronghoogte. Dat zou een mogelijkheid zijn. Nou, hoe wij dat doen, zeg maar, of hoe jij dat zou kunnen doen in je praktische breedte sportsituatie, is dat als je een trainingsschema hebt voor een basketballer of basketbalsters, is dat je in ieder geval 3 parameters gebruikt om even te kijken, subjectief om te kijken van hey, hoe staat zo'n meisje of zo'n jongen ervoor? Wat zou jij jezelf geven op een range van 1 tot en met 4? 1, ik heb alleen maar naar het plafond zitten staren. Ik ben zenuwachtig voor deze wedstrijd. Tot een 4, ik heb geslapen als een roosje. En voordat de wekker ging, was ik al fris en wel wakker. Dan vul je een 4 in. Hetzelfde geldt voor het energieniveau. Hoeveel energie neem je in deze training mee? Sta je te popelen? Heb je een 4? Of heb je maar een 2? Voel je wat minder energie vandaag? En dat gekoppeld aan spierpijn. 1 is ik heb weinig tot geen spierpijn. Tot een 4, ik heb wel spierpijn. Ik kan bijna niet meer lopen. En dat vul je dan in zeg maar, als sporter in dat training 1 deel. Om het aan te geven dat wij kunnen monitoren. De volgende keer dat je weer komt in de training. Kunnen we terugkijken van hey, wat had je nou bij de training 1? Had je een 4 voor slaap? Je hebt nu een 2 voor slaap. Je had toen een 4 voor energie en nu een 1. Spierpijn had je daar voor je hamstrings. En hier, dat had je toen een 2. Nu heb je de hamstrings een 3. Die hamstrings komt steeds weer terug in dat blessure of in dat spierpijngedeelte. Misschien is die spier, de hamstrings, zodanig zwak dat die een soort beschermingsmechanisme in zich creëert om zeg maar stijf te gaan worden. Want een stijve spier geeft stabiliteit in gewrichten. Dus daar kun je ook een klein beetje de readiness aan afleiden van uit een gewone 3-tal vragen die je hebt. En misschien ga je ook wel de hoogtesprongen, 3 sprongen naar de warming-up. Ze springen 3 keer, je hebt een mooie lijn gemaakt om te kijken hoe ze daar springen. Op die manier te gaan vormen. Even weer terugkomen op die slaap, want daar had ik dit over. Er zijn studies die aangeven, en daar ben ik wel mee eens, dat atleten die niet voldoende genoeg en diep slapen, een hoog risico hebben op blessures. En dat is dus wel evidence-based. Dus dat is niet een aanname van, goh, als je minder slaapt, dan nou ja, goed, ik hoef maar 2 of 3 uur te slapen, dan ben ik wel fris. Nee, het gaat echt om die 8 uur ongeveer in die marge. De ene zal er misschien 6 nodig hebben, de ander misschien 9. Maar dat in die zeg maar zone belangrijk is om te blijven monitoren het slaappatroon van je atleten. En ik kan je op een briefje geven, zeker in de breedte sport, met de jeugd, uitgaan de dag van tevoren voor een wedstrijd, dat ze niet zoveel slapen. Dat het ook wel een risico in zich brengt vanuit het slaapdeel. Dus alleen, dus niet kijken naar hoe fysiek elkaar, hoe ze in elkaar steken, hoe goed ze getraind zijn. Nee, gewoon door alleen maar het ene aspect slaap goed te monitoren, heb je al een winst van 1,7 die je kunt gaan verminderen. Dus dat is al een mooi iets. Nou goed, wat je nog meer kan creëren, dat is de readiness vanuit de warming-up. Want daar ben je gewoon zelf bij. Je kan kijken naar de sporters. Je kan dus de warming-up ook gebruiken voor de readiness voor jouw training voor die avond of voor die dag of voor die wedstrijd. Je gaat gewoon kijken hoe beweegt zo'n sporter van mij, zo'n atleet. Beweegt hij zoals hij altijd beweegt? Je kijkt ze in de ogen. Hoe staan ze er mentaal voor? Dus dat stukje wat hier aan de linkerkant staat, dat moet je ook niet vergeten. Het mentale cognitiedeel vanuit de readiness. Van oké, hoe fris ben je? Hoeveel energie neem je mee? Ben je zenuwachtig voor de wedstrijd of juist niet? Heb je er zin in? Nou, in dat hele rampprotocol van de warming-up. Dus je gaat iets doen met het verhogen van de hartslag. Je gaat iets activeren en mobiliseren. Naar die range of in de gewrichten die je altijd gebruikt in de sportbasketbal. En je gaat als laatste, sluit ik altijd af met een soort potentiation. Een gedeelte waarbij het zenuwstelsel even op spanning wordt gebracht. En dan gaan we eens kijken hoe we dat kunnen doen in de praktijk.
Als we kijken naar de knee lift lunge lateral raise. Dat is zeg maar een oefening waarbij je je lijf als het ware optrekt zo lang mogelijk maakt. Waarbij je al de gewrichten strekt. Want de hedendaagse jeugd die zit achter de computer in een gebogen positie. En juist in de warming-up en juist in de sport wordt gevraagd een staande positie. Met sterke gewrichten rondom de enkel, knie en de heup. Nou, om die al in de warming-up al zeg maar te gebruiken. Je duwt hem als het ware op je tenen, waarbij die enkel zeg maar al aangesproken wordt. Die knie die bovenin zit, die moet gaan stabiliseren. Al dat je niet gaat hangen in de heup, betekent dat de zijwaarts van de bilspieren geactiveerd moet worden. En daarvanuit ga je een lateral raise, een lateral stretch doen, om even die rugspieren even uit elkaar te trekken als voorbereiding op straks wat er gaat gebeuren onder de ring of met een lay-up. Nou, in de andere aspecten ook. Er gaat niets mis bij mij. Nee, ja, we gaan weer door. Jullie zien niks meer. Dat wiel even wat weg. Ik moet hem even opnieuw delen met jullie. Dan gaat ik zie jou, Paul. Dus inderdaad, je moet even de presentatie weer delen. Dank je. Ja, dat is hem. Even weer aanzetten. Ja, jullie zien weer wat ik ook zie. De tweede, de knee lift lunge rotation. Vergeet ook niet de rotatiecomponent in de warming-up als readiness. We zijn een lijf gemaakt om te roteren. Zeker met wenden en keren, met pivoteren van links naar rechts. Is dat ook in de warming-up, ook dat systeem rondom de heup en de rug zeg maar gebalanceerd wordt. Met allerlei vormen van rotations. Dus niet veel, in dit geval de knee lunge rotation. Een goede om die rompstijfheid, daar komen we zo meteen wat meer op terug. Om die zeg maar te activeren, die de brugfunctie heeft tussen wat je onderlijf doet en wat je bovenlijf kan doen. Daar zit zeg maar die romp ertussen. En die moet ook geactiveerd worden, omdat die geeft de energie vanuit de benen richting de armen in je lay-up en alle vormen waarbij je los bent van de grond of als je staat op de grond. Nou, die kun je met de handlock achter doen, waarbij je ook de calf stretch, dus de enkel een klein beetje op lengte zet, waardoor die kuit ook op spanning wordt gebracht. Ik ben dus geen voorstander van statisch stretchen in de warming-up, omdat die veel spanning wegneemt, terwijl juist voor blessurepreventie moet een bepaalde spanning rondom het gewricht zijn. Om juist met die dynamische stretches, zoals hier bij de knee lift lunge lateral stretch, of de knee lunge rotation, of de handlock calf stretch, dat op die manier een soort lichtjes aanpakt, waardoor een soort actie-reactieprincipe ontstaat, waardoor een bepaalde spanning wordt gecreëerd op de gewrichten zelf, die je straks kunt gebruiken. Nou, in die laatste fase noem ik de potentiation, dat neuromusculaire deel van zeg maar, readiness, om het lijf, het zenuwstelsel wakker te schudden van hé, zometeen moet je allerlei wenden en keren, versnellen, vertragen, springen en landen, moet je aankunnen. En dat doe je met bijvoorbeeld in dit geval de triplings. Korte kaatsende vormen, een beetje pliometrisch voortbewegen in het geheel. Nou, dan heb je al mooi al in kaart gebracht qua readiness of een sporter of een sportteam klaar is voor een training of voor een wedstrijd. Nou, om je een klein beetje te helpen, heeft ook Team NL voor alle breedtesporters een soort fysieke leerlijn ontwikkeld. En in die fysieke leerlijn zie je ook terug de warming-up. Die zie je zeg maar, schema A en schema B ontstaan. Die zeg maar gekeken hebben naar de beweegspatronen die in vele takken van sport voorkomen. Dus het kniebuigen, het duwen, het trekken. Dus in de linkerkant zie je zeg maar, het gedeelte wat geactiveerd gaat worden in de warming-up. Dus de kniepatronen, de duwbewegingen. Nou, en dan zie je aan de kant een soort supersets idee. Dat wil zeggen dat je twee oefeningen met elkaar gaat combineren. En je begint rustig met de warm-up door bijvoorbeeld eerst in te lopen, te joggen. Zeg maar het race deel gaat en dan activatie, mobilisatie, potentiation zie je terug in dat gedeelte. Die is vrij toegankelijk voor jullie. En ik kom er zo meteen op terug hoe je daar naartoe kan komen. En hoe je daar gebruik van kan maken. Dus dat is zeg maar de readiness. Het tweede deel is zeg maar richting van, oké, nu heb je alles in kaart gebracht. Je hebt je sport in kaart gebracht, die sportanalyse. Je weet dat er best wel veel belasting op het lijf komt. We hebben gezien vanuit de anatomie door lange mensen die in de basketbal rondlopen, een andere soort risico gecreëerd wordt door mechanische belasting op lange hefbomen. Dus om daar rekening mee te houden. En we hebben te maken met blessures die al ontstaan zijn of waar iemand mee terugkomt. Nou, het verschil tussen eigenlijk rehab en training is eigenlijk niet heel groot. Je kan ook in het plaatje zien dat zeg maar, in de continuum van zeg maar, training, van rehab naar training, zie je lower level en higher level onderin het plaatje naar voren komen. En je ziet dat bij training zie je wat bij higher level en bij lower level zie je rehab. Dat zit al wat dichter bij elkaar. Met andere woorden, de goals of de doelen en de principes van revalidatie
en of training zijn in feite hetzelfde. Het enige verschil is waar ga je starten in, zeg maar, in de belasting en in de lood die je op een sporter neerlegt. Nou, dat wetende gaan we kijken naar het volgende. Je ziet hier een voorbeeld van een sporter. Die staat op een instabiele ondergrond. Dus de verstoring komt hier van onderaf. Onthoud het goed. Hey, we hebben verstoring onderaf. En we hebben verstoringen van bovenaf. Dus als we in de lucht hangen en dat we daar, zeg maar, uit balans wordt gebracht. Dat noem ik een verstoring van bovenaf. Een verstoring van onderaf is hier van hieruit verschijnen. Een boze bal die omgekeerd is, die is heel wiebelig. Waarbij er een beroep wordt gedaan op die enkel, die knie en die heupbelasting. Om die, zeg maar, te stabiliseren in een mooie rechte pilaar. Om dat nog eens een keertje extra, dus die, zeg maar, echt een high level enkel rehab oefening. Als je het hebt over die continuum. Zit hier bij training ergens ook aan de rechterkant. Zie je al naar voren komen. Daar moet je niet mee starten met je rehab. Te veel ruis. Namelijk een verstoring van onderaf. Die instabiel is. Je hebt nog eens een elastiek met een kettlebell. Die ook allerlei verstoringen brengt in jouw omgeving. Waardoor het lijf moet gaan reageren. Maar ik wil hiermee zeggen. Is dat je op twee manieren kan gaan belasten. Van onderaf. En van bovenaf. Onthoud het voor zometeen de oefenstof die ik zometeen laat zien in het geheel. Nou, als we gaan kijken naar jouw oefeningen die je vaak doet. Als, zeg maar, preventieve oefenstof waarvan jij denkt van, hey, dat gaat mij helpen in breedte sport of in de topsport. Om die enkelblessure, want dat is, zeg maar, de meest voorkomende blessure. Om die, zeg maar, minder te laten voortkomen. Weer hetzelfde idee. Je gaat weer naar inzoomen of je gaat direct naar Mentimeter komen. Dan zal ik even de code even aangeven. En dat is de code. Het volgende zal ik nog in de groep zetten. 6818625. En dat gaat nu in de chatgroep komen. Die kun je eventueel gebruiken om de blessures of de blessureoefening die jij het meeste doet, om die te laten zien in een korte omschrijving. Of een naam is ook goed. Ik ga je even weer meenemen in de uitslag. Plank. Plank 1. Eens kijken wat er nog meer komt. Plank is in ieder geval een favoriete prehab oefening. Diverse stick spelen. Core stability, ja, heeft ook een beetje te maken met die plank situaties, lunges als prehab op de oefentol. Split squat, nou, je kan eigenlijk meekijken. Als het veld zometeen helemaal vol is, dan gaan we hem afsluiten. Balance board, cross plank, korte balans oefeningen. Bijvoorbeeld op één been ogen dicht, vind ik een hele mooie. Die komt waarschijnlijk af van Stijn, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ja, ik denk dat we er al genoeg hebben. Ik ga weer... Nee, laten we hier mee starten. Als we kijken naar plank en core stabiliteit, is dat de preventieve oefenstof die vaak gecreëerd wordt, is te kijken naar wat is de niet-analyse vanuit de anatomie. Is dat we met lange lijven te maken hebben, met lange benen, met lange hefbomen bovenin die romp. Nou, om die connectie goed te hebben, is dat er een goed samenspel is van benen en bovenlijf. En dat doen we door middel van de core. En de core is zo rondom de buikspieren, de rugspieren, zeg maar, rondom de bekkengordel, dat we dat, zeg maar, goed trainen. Nou zijn er hier een aantal mogelijkheden. We kunnen kiezen voor een ground-based core stabiliteitsoefening. En dat is bijvoorbeeld een plank. Ik weet niet of iedereen weet van een plank is. Dat je steunt op vier punten op je onderarm en op je liggend op de grond. En op je tenen of op je knieën. Om de lastarm ofwel kleiner te maken op je knieën. Of de lastarm groter te maken op je tenen. Wat moeilijker is. Dus je hebt hier zelf al, zeg maar, mooie progressie en een regressielijn. Voor de sporters die niet die controle kan houden op die tenen, onderarmpositie, laat je eerst stappen op de knie, zodat ze daar aan wennen. En dan kun je, zeg maar, vergroten naar die tenen. En wellicht vanuit die positie kun je nog progressief opbouwen door één hand even los te laten en weer terug te zetten of één been los te laten. De plank is een hele mooie startgebied voor core stabiliteit. Het enige nadeel van ik van planken vind, is dat het, als we kijken naar de transfer naar wat in het veld gebeurt, waarbij je heel kort weggeduwd wordt, waarbij je rond moet stijf gaan houden, dat het in planksituaties minder transfer heeft naar een staande situatie, waarbij je twee voet op de grond staat en daar uit balans wordt gebracht. Maar om een eerste
aangrijpingspunten hebben voor core-stabiliteit oefeningen, is een plank geen eens zo'n gek idee om daarmee te starten. En dan langzamerhand naar een staande positie te gaan, waarbij je dan de ruis gaat creëren vanuit een staande sportspecifieke situatie of een lunchpositie of met twee benen naast elkaar. En daar elkaar te gaan verstoren en dan die plankpositie of die rechtopstaande positie te behouden. Maar een plank is op zich een mooie start. Ik zie ook het gebruik maken van externe mogelijkheden als een oefentol of een elastiek die je kunt gebruiken, een balanceboard of een crossplank. Perfect zeg maar methode om daarmee te werken. Zometeen zal ik een aantal voorbeelden laten zien die daar ook een rol in hebben. Met of een oefentol of een balanceboard of een elastiek. Een hele goede die hier wordt genoemd is op één voet staan, 1 minuut met ogen open en ogen dicht. Namelijk heel veel stabiliteit uit gewrichten ontstaat door zelfsturing. Dat wil zeggen, het lijf heeft een aantal sensoren in je rondom de gewrichten en in de spieren liggen. Dat noemen we zeg maar propriosensoren. Die zeg maar gegevens doorsturen over de stand van het gewricht naar de hersenen. En die gaat dan weer controleren in de loopfunctie van hey, je moet die spier iets wat meer aanspannen en die wat meer ontspannen. Nou, om die loopfunctie vanuit die sensoren goed te trainen, kun je ook je visualisatie weghalen door je ogen dicht te houden, waardoor een compleet beroep wordt gedaan op die propriosensoren in de spieren en rondom de gewrichten. Dus de gewrichtssensoren en de propriosensoren in de spier. Waardoor het systeem een soort zelfsturing creëert om te zoeken naar van de balans. Dus dat die enkel stabiel wordt gehouden, de knie stabiel wordt gehouden en de heup stabiel wordt gehouden. Dus een mooie progressielijn zou zijn op 1 been staan. En dan misschien niet starten met 1 minuut, maar misschien met een aantal seconden. Vervolgens ga je dat die eerste volume vergroten richting de minuut. Met de ogen open. En dan ga je weer terug naar wat kortere momenten met ogen dicht. En die ga je ook weer opbouwen naar 1 minuut. Zo heb je een hele korte oefening die je met je sporters kan doen. Wat ik dan vaak ook doe, is dat ik dan de schoenen, dat ik ze uit hun schoenen laat komen. Daar komen we zo meteen wel op terug als we het hebben over prehab oefenstof. Dat ik vaak ook zonder schoenen iets laat doen. En waarom doe ik dat? Omdat juist de voet een beetje lui wordt in de schoenen en in de braces die vaak basketballers hebben. Om die enkel goed zeg maar, stabiel te houden bij het wenden en keren, wat logisch is. Maar om juist in trainingssituaties waar je waar geen verstoringen, waar je niet op hoeft te reageren op verstoringen, is juist het even uit de schoenen komen een hele mooie methode om die enkelstabiliteit, kniestabiliteit als een soort zelfsturing, dat ze moeten gaan zoeken naar hun eigen spierspanning, een mooie methode om daarmee te starten. Ik ga weer even terug naar de presentatie zelf, maar mooie oefenstof die jullie al gebruiken om iets te doen in de prehab functie in het geheel. En als het goed is moeten jullie nu weer... Mag ik van deze gelegenheid ook nog even terugkomen op de warming-up? Dan stond er net een gesprek in de chat met de vraag, begin je nou wel met bal of zonder bal? Dat is een hele rare vraag die ik nu stel, maar je begrijpt denk ik wel wat ik bedoel. Begin je nou met bal of begin je eerst met de lunge en de stretch oefeningen die je liet zien? Dat kan beide. Dus er is niet een stelregel van je moet eerst zonder bal of basketbal is met bal. Dus je moet alles met bal doen in de warming-up. Er is altijd een deel in de warming-up weggelegd om het balgevoel te creëren. De balskill vaardigheden ook weer even te activeren. Een soort warming-up voor dat onderdeel. Dus zeker niet dat deel vergeten. Maar je hoeft niet zeg maar te starten eerst met alleen het lijf en dan pas aan het eind de bal te introduceren. Of je gaat eerst met de bal een soort warming-up te doen en dan pas ga je naar je lunches toe. Daar kun je in variëren. Er is zeg maar niet een stelregel van nou, je moet eerst dit doen en dan heb je dat. Ik varieer vaak. De ene keer zonder bal, dan weer met bal. Als ik op de court zelf ook een training verzorg. Als ik het niet in de gym zelf heb, want dan wordt een bal wat lastiger. Maar ik doe ook veel fysieke trainingen gewoon in de zaalsetting zelf. Dan kun je ook starten prima met een bal. Zeker aan het race gedeelte, zeg maar, de lichaamstemperatuur verhogen. Met allerlei baldribbelings, handelings delen. Prima om daarmee mee te starten. Het is wel een deel weggelegd, ook in de warming-up, dat je wel de gewrichten zeg maar, mobiliseert en activeert die straks nodig is om weg te kunnen springen, diep te kunnen zitten, wel van wenden en keren. Dus ik zou wel die heup en die enkel buiten het balgedeelte, maar goed, dat zou je ook nog met bal kunnen doen, met bal vast, een soort, we noemen het zeg maar, een soort omgekeerde T. Dan zijn we op 1 been staan, je duwt je bal van je af, waarbij je moet gaan balanceren op 1 been. Je dribbelt weer een stukje door en je gaat weer op 1 been. Dus er zijn allerlei variaties omhoog, waarbij de bal en je lijf tegelijkertijd activeert.
Maar het antwoord op de vraag is van, ga daar lekker gevarieerd mee om. Laat het ene niet weg ten opzichte van het ander. Dus ga niet alleen maar kiezen voor alleen maar de lunches en dan ga je gelijk met je training beginnen in basketbal. Omdat basketbal gedaan wordt met een bal, is ook dat balgevoel is ook een belangrijk onderdeel vanuit de warming-up. Dus je kan het combineren, daar komt het op feite manier. En dat maakt het zo leuk. Goed. Dat was zeg maar jullie prehab stof. Nou, eigenlijk staan op één been. Hier zie je hem al voortkomen. Ook al gelijk met ogen dicht. Waar hij moet gaan balanceren. Om te zoeken. En als je gaat kijken, als ik inzoom op zijn knieën en op zijn heup. Zie je dat hij een klein beetje gaat naar links en rechts gaat verschuiven. Nou, dat is die zelfsturing die je graag wil hebben op de sokken. Dat de vloer, de grond, vanuit zeg maar die voetspieren naar boven wordt gestuurd, naar die hersenen. Om daarmee te zoeken naar enkelstabiliteit. Dus niet in de brace, maar gewoon los op het gedeelte. Nou, als dat nou gewoon lekker gaat, dan kun je een verstoring van onderaf ook nog bij te creëren. Waarbij je in eerste instantie alleen maar hoeft te staan op de boze bal. Dat geeft ook al een genoeg zelfsturing met ogen open, ogen dicht. Of je kan nog een extra ruis creëren. Dat noem ik variëren in omgevingsfactoren. Door hem ook extern te focussen, niet op de stabiliteit op de bal. Laat dat het lijf het zelf maar uitzoeken. Maar ik ga me focussen op het vangen van de tennisbal die naar me toe gegoten wordt. En ondertussen moet ik maar blijven balanceren op die oefentol. Dus ook daar kun je mee spelen van, hey, ga niet tegelijkertijd een soort circusact uit te voeren met allerlei verschillende variaties tegelijkertijd. Bouw het rustig op. Je ziet hier dat die boze bal plat ligt op de grond. Je kan ook ervoor kiezen in een progressieve lijn om hem omgekeerd neer te leggen en daarop te gaan staan. En dan ook eens die bal aan te gooien. Er zit een hele weg tussen om daar naartoe te komen. Dus eerst de grond als basis is al heel goed genoeg. Omdat sportspecifiek je niet op een boze bal staat om daar vanuit te bewegen, maar vanuit de grond. Dus laat hem vanuit de grond opbouwen met die ene minuut zonder ogen of met ogen en dan zonder ogen om daar vanuit op te bouwen. Een andere methode is om te kijken naar verstoringen die van een soort landing mechanics gecreëerd worden. Dus je komt omhoog of je hebt gesprongen en je moet jezelf weer zeg maar corrigeren en stabiliseren. Waarbij je de hiel niet op de grond mag laten komen in deze oefening. Waarbij die enkel zeg maar op het juiste moment stijf wordt gehouden in die landing. Dat daar zeg maar een soort stabiliteit rondom het enkel gecreëerd wordt. Waardoor die niet de kans heeft zeg maar om te klappen en door die enkel te gaan. Vormen van springen. Ja, dat is leuk wel. Maar in een wedstrijdsituatie zie je dat er andere dingen ook gebeuren. Nou, houd het nog even vast. Een variatie zeg maar, op dat springen, landing mechanics met twee voeten naast elkaar, is dat je hem ook vanuit een soort sissel variatie creëert. Dus dat je één voet voor de ander in de lucht verplaatst. Nou, ook weer op de bal van je voet terechtkomen. Hier heeft hij zijn schoenen aan, maar kan ook zeer goed met schoenen uit om te zorgen dat het niet gaat hangen in zijn schoenen. En dan weer bedoel ik van de verstoringen van bovenaf. Heel veel, juist in basketbal, word je geduwd, getrokken op het moment dat je in de lucht bent voor je lay-up of in je sprongschot of noem maar op. En dan moet het lijf in zeg maar, de ground contact, zeg maar, in de landing mechanics, weer goed terechtkomen. En dat kun je gewoon met kleine, korte vormpjes doen, met tweetallen, elkaar uit balans duwen en probeer op die bal van je voet, dus op die enkel, niet op je volle voet te creëren. Maar juist die zijwaartse belasting, waarbij de enkel geduwd wordt naar één kant, waar hij die neiging heeft om zeg maar, om te klappen. Dat het lijf leert te reageren en te acteren van nee, ik moet mijn spieren rondom de enkel op het juiste moment aanspannen bij het landingsgedeelte. Maar goed, dat kan vanaf zijwaarts gebeuren, maar ook van achter naar voren. En in de progressieve lijn start ik altijd vanuit deze positie. Dus eerst vanuit duwen, vanuit de rugpositie naar voren. Omdat de mobiliteit van het enkelgewicht naar voren en naar achteren het mooiste is. En naar links en rechts wil je juist stabiliteit creëren. Die dus neem ik als tweede oefenstof in mijn periodisering in, eerst dit goed onder controle en daarna in die zijwaartse balansverstoring. Paul, je hebt ja? Nog 15 minuten. Mooi, dan gaan we langzaam naar het einde toe. Dit is bijvoorbeeld zo'n mooie oefening. En een mooie oefening omdat daar juist de overdreven fout wordt opgezocht in die knievalgestand. We hadden net gezien hè, die Q-stand of die stand vanuit de anatomie, vanuit het bekken naar de knie toe en dan naar het onderbeen toe. Er zit een soort X-stand in. En bij vrouwen is dat nog erger dan bij de mannen. Is dat je de elastiek naar de overdreven valgestand gaat opzoeken. Waardoor het lijf gaat reageren, actie-reactie. Om in een goede stand te placeren
combinatie met die enkelstijfheidsoefening, met dat opspringen op het bankje. Dit is ook weer zo'n oefening, zeg maar, aan het einde van het spectrum die je kunt kiezen. Want het gewoon een hopje over een lijn als breedtesport en weer terug. Op één been hoppen voor en hoppen achter op een gedeelte is al mooi. Heb je elastieken? Laat ze met tweetallen werken. En dan aan één kant de overdreven fout gaan creëren, zeker bij damesbasketbal. Om die knievalverstand, zeg maar, te leren dat ze dat niet laten zien. Oké. Andere vormen van enkelstabiliteit is op een oneffen ondergrond. Je gaat de storingen zoeken vanuit de grondpositie. Als je zit nu op een schoen, staat op een schoen, is dat je ook op de schoen uit kan creëren. En dan iets gaan zwaaien, de verstoring gaan opzoeken, waardoor de zelfsturing niet gezocht wordt in het enkelgewricht. Een mooie feedback loop. En de meest uitdagende is nog een zijwaarts verstoring erbij te halen door een soort kettlebell of een dumbbell of een jas of een tas heen en weer te gooien van links naar rechts. Ook in het einde van het spectrum, je ziet hier een verstoring van bovenaf, gecombineerd met onderaf, met deze jongen op een bozenbal daarin te oefenen. Nou, dan kun je afvragen van oké, dit is leuk. Is dat nodig? Ja, ik denk dat je als sportcoach heb je ook de verantwoording om een goede brede basis neer te zetten voor jouw atleten, je sporters, je basketballers of steurs, waarbij je een goede brede performance zone moet gaan creëren. En dat betekent om zo de injury mogelijkheid te verminderen. Dus een brede basis te creëren. En dat kun je doen door vooraf in je trainingen of helemaal achteraf in je training. Je ziet hier het woordje ITO bij mij in dat schema voortkomen bovenin bij mijn cursus die nu op het bovenste plaatje staat en onder. Is als jij individuele oefeningen hebt voor de enkel voor bepaalde sports die net terugkomen van een enkelblessure. Is dat je ze na de warming-up als ITO visio als eerste laat doen en dan pas ga je naar jouw eigenlijke training doen. Dat is allemaal een mogelijkheid. Haal ze ook eens een keer uit de schoenen. Laat daar wat vormpjes doen met tenen optrekken, grote teen alleen, de kleine teentjes omhoog. Om die voetboogspanning ook zeg maar mee te nemen in de trainingen. Nou, nogmaals, hè, er is een mooi hulpmiddel voor jullie gemaakt. Die al een aantal mogelijke fysieke zeg maar workouts voor jullie al klaar hebt staan. Zonder materiaal die je gewoon in je zaal kan doen. En dat noemen we zeg maar de fysieke leerlijn. En die krijgen jullie ook als, even kijken, hier zie je de link die je kunt vrijwillig kan op abonneren. Zodat je een aantal leerlijnen van 1 tot en met 6 kan zien die je zou kunnen doen. Zowel of in de gym of in een court situatie voor alle takken van sport. In dit geval ook voor basketbal. Je ziet er dan als volgt uit. Je gaat je subscriben op de leerlijn fysiek. Daar staan een heel veel video's voor je al klaar. Daar kun je zeg maar, een keuze maken uit kijken naar fase 1, het schema zelf. Maar ook al de oefeningen worden voorgedaan in een videootje. Met zeg maar, ook de aandachtspunten die je als coach kunt creëren richting de sporter zelf. Die staan helemaal uitgewerkt voor jullie in dat gedeelte. Dat ziet er dan als volgt uit. Fase 1, 172 video's staan voor jullie klaar. Fase 1, 13 video's van warming-up tot en met allerlei soorten vormen van trainingsmethoden voor jullie al klaar. Hier bijvoorbeeld het schema van fase 1. Je ziet hier ook een compleet total body workout voor zeg maar jouw sporter klaarstaan. Van squat, van push naar pull, naar lunges, naar bracing. Je ziet hier ook de elbowplank statisch als zeg maar, eerste aangrijpingspunt op de grond. Maar nogmaals, hè, de transfer richting sportspecifiek. Moet je hem langzaam los gaan bouwen richting een staande positie. Maar dat wordt hier mooi meegedaan voor jullie. Goed, dan rest me de laatste aantal minuten nog vrij. Voor vragen, anderhalf minuut. Of nog een aantal minuten om jullie aan het woord te hebben vanuit de chatbox. Ja, Paul, twee vragen die al eerder waren binnengekomen op de eerste plaats. Vanaf halverwege de presentatie zijn we gaan kijken of er bij elk plaatje ook bronvermeldingen stonden. Nu hebben we dat vanaf de tweede helft kunnen zien. In het begin de artikelen die je deelde, stonden daar bronnen bij? Ik zal maar even terughalen. Dat ga ik even. Bijvoorbeeld over dat artikel over dat dames over het algemeen meer met blessures te maken kregen. Ja. Ja, daar heb ik hem niet zien staan, de rest van de presentatie wel. Even kijken, dan ga ik hier even escape. Even kijken, 1.7 bron. Ik pak hem er even bij. Ja, hier heb ik hem. Ik ga hem opnieuw delen. Ga ik hem opnieuw delen?
Deze moet ik hebben. Ik hoor dat je assistentie krijgt, dat mooi. Ja, ja. Even kijken, ja, nou deze, hier hebben we weer. Deze hier kun je zeg maar bekijken. Daar staan zeg maar de 1.6 tijm meer dan mannen. En daar wordt zeg maar ook de valgestand ook meegenomen. Wat in het plaatje wat je hier naar voren ziet in de volgende dia van dit gedeelte. Wordt daarin meegenomen in deze twee studies die je kunt zien. Dus als je daar een foto van maakt, dan kun je daar naartoe gaan om die abstracts te lezen. Want sommige hebben alleen een abstract en sommige kun je gewoon helemaal downloaden als totale onderzoek. Als je het hebt over bijvoorbeeld PubMed is alleen maar de abstract mogelijk. En bij de ander in de epidemiologie of Polydex Sports Injuries, volgens mij is die helemaal toegankelijk. Dus daar kun je nog eens keer de diepte ingaan van de data sources, met welke sporters hebben ze het bekeken. Maar algemeen zie je in volleybal, basketbal, in de vrouwentakken van sport, voetbal, dat het risico op kruisbandletsels vele malen groot is door zeg maar, die anatomische stand van het bekken. Daar komt het in feite op neer. Een andere vraag was of je de link kon delen naar de video's die je in het laatste gedeelte van je presentatie liet zien. Maar die is inmiddels door andere deelnemers in de chat al gevonden. Dus dat gaat heel snel. Uiteraard, Paul, mogen we jouw presentatie ook delen met de deelnemers? Jazeker. Ja, zeker. Dan zullen we een antwoord op vraag van Pieter, zullen we inderdaad de presentatie ook meesturen na afloop. Er komt nog een nieuwe vraag binnen. Stel, jouw team heeft 2 à 3 keer per week 1,5 uur training. Ja. Hoeveel tijd zou jij dan besteden aan, nou hier wordt het benoemd als krachtoefeningen, maar misschien moeten we het beter als balansoefeningen benoemen. Maar hoeveel tijd zou je aan, en dan vul ik hem zelf ietsjes aan warming-up besteden en hoeveel dan nog aan het, zeg maar, ja, ik durf het bijna niet te zoeken, maar het niet-basketbal gedeelte, of in ieder geval alles zonder bal? Ja. Ik sta erin als volgt. Als je maar 2 keer in de week kan trainen 1,5 uur, zou ik het zoeken alleen in de warming-up een aantal vormen toe te passen die te maken heeft met de enkelstabiliteit, de kniestand. Dat je daarin gaat zoeken en niet een apart deel gaat inruimen voor dit soort oefenstof. En waarom zeg ik dat? Omdat de meeste winst in kan halen door het spelletje zelf. Het lichaam reageert te adapteren op basketbal zelf, zeker op het lage niveau van 2 keer in de week 1,5 uur. Je gaat niet beter basketballen door heel veel tijd weg te halen uit je basketbaldeel. Pas waar het een beetje een rol gaat spelen, als je meer dan 3 keer in de week gaat trainen of 3 keer in de week gaat trainen, dan zou ik een deel gaan inruimen voor een kort deel na de warming-up. Misschien als onderdeel, maar dan een verlengde warming-up richting met tweetallen werken, met draagvormpjes op handen staan, kruiwagentjes. Om dat zeg maar te introduceren en de leerlijn 1 te introduceren in het basketbalspecifieke. Ik vind dat ze komen voor basketbal. En als je daar heel veel tijd gaat weghalen om preventief aan de slag te gaan. Dat is een leuk idee. Maar daar komen ze niet echt voor. Dus de core business moet basketbal blijven. Ik vind dat je een sneller resultaat krijgt door meer te basketballen dan dat alleen maar weg te ruimen. Niet balspecifiek iets te gaan doen. Ik wil niet zeggen dat je helemaal niks moet doen op dit gebied. Want juist ook in de preventieve kant zie je dat er best wel resultaten zijn. Maar gewoon in het verlengde van de warming-up, zo'n 5 tot 10 minuten, waarbij je gewoon al het lichaam voorbereidt op de belasting. Een paar van deze vormpjes naar voren halen, langzaam te introduceren. Misschien als actieve pauze tussen 2 onderdelen van de les. Oké, maak nog even een kort tweetal of aan het eind van de les om ze daarmee weg te sturen. Of je maakt een soortje huiswerk die ze meekrijgen. Van deze 2 oefeningen staan deze week centraal. Bij tandenpoetsen ga je op 1 been staan en ga je tandenpoetsen. Dat je het een beetje in die vorm gaat schieten. Dan heel professioneel 20 tot 25 minuten uitruimt met allerlei mooie, goede oefenstof. Waar niks mis mee is. Maar waarvoor een kind of een basketbalspeler niet in de eerste instantie naar het basketbal toe komt. Dat is in feite hoe ik erin sta. Interessante vraag. Ik ervaar dat dezelfde blessures vaak binnen bij diverse verenigingen tegelijkertijd de kop opsteken. Bijvoorbeeld een golf van hamstringblessures of een golf van Achillespees aandoeningen. En daarbij zelfs bij meerdere verenigingen in de buurt. Is hier ooit onderzoek naar gedaan? Nee, wat ik weet. Nee. Zijn blessures besmettelijk? Dat is eigenlijk de vraag.
Een soort COVID-achtige vorm van... Nee, ik denk dat dat, het is niet onderzocht, maar het is meer een aanname, is dat de wedstrijddichtheid in die buurt waar zeg maar, die verenigingen allemaal zitten, een beetje hetzelfde dichtheid zeg maar, opbouwt in zeg maar, de belasting en de vermoeidheid. En dat er een beetje de emmer doet overlopen in een bepaalde fase van een wedstrijddichtheid in een bepaalde week, dat in die wedstrijden heel veel blessures ontstaan. Maar dat is meer practice-based, zoals ik ernaar kijk van wedstrijddichtheidsoogpunt, dan vanuit echt een evidence-based onderzoek van, hey, zijn er bepaalde periodes in het jaar dat er meer blessures optreedt? Wat wel een rol speelt is dat de school, daar moeten ze een keer bekijken van wanneer die blessures ontstaat in een schoolperiode, of er geen tentamens of andere stressoren extra aanwezig zijn die te maken kunnen hebben met focusverlies, met concentratieverlies, met slecht slapen, omdat ze hun focus hebben op de tentamens of op andere zaken van school. Dus dat je de school meeneemt wellicht in dat onderdeel. Okay. Ik hoop dat ik hiermee, Maurice, je vragen voldoende heb verwoord naar coach Paul. Retrospectief, even terugkijken van hey, in die periode was het heel veel. Kijk eens, in die omgeving kwamen ze net terug van vakantie, de kroopsvakantie. Ze hebben misschien een aantal dagen niet getraind en nu krijgen ze weer zo'n acute lood te verwerken. Misschien met een wedstrijd erachterop. Dat misschien de reden kan zijn dat er blessures, meer blessures ontstaan. Oké, okay, dankjewel. Maurice geeft nog aan, het was aan het begin van het seizoen en vooral rond april. Maar ik denk, Maurice, dat ik zie Paul wel gelijk nadenken, maar volgens mij is de bedoeling ook dat we zelf gaan nadenken van wat er aan de hand zou kunnen zijn. Dat we niet moeten denken dat je alle antwoorden pas klaar zal hebben. Nee, ja. Het kan zeg maar die acute chronic workload, dat je komt aan het begin van het seizoen, je hebt nog weinig gedaan, er komen ineens zware wedstrijden, de lood ineens te groot in het verschil waar ze in de training van aankomen, dat wellicht een reden zou kunnen zijn. Maar dat is juist mooi om in kaart te brengen, dat je monitort van al die RPA's, dat je kan zien van hey, hoe staan we in de reis naar het einde van het seizoen toe. Dan heb je een mooi wedstrijdseizoen in beeld gebracht van hey, wat zijn de piekperiodes en wanneer niet. Nee, dankjewel. Er komt nog een vraag binnen over statische stretching na de training. Wordt dat aanbevolen? Dat is een goede vraag. En dat heeft te maken met de mechanische belasting die je op het lijf neerzegt. Dat wil zeggen, stretchen is eigenlijk, je hebt een spier, die hecht zich vast aan een botstuk. En aan de andere kant van het botstuk hecht zich ook aan vast. Nou, door te stretchen ga je die twee punten ga je uit elkaar trekken. Dat is wel de functie zeg maar, van stretchen. Nou, nu heb je door je training, door je wedstrijd, heb je altijd te maken met microtraumata. Dat wil zeggen kleine scheurtjes, kleine verstoringen in dat spierweefsel zelf. En ook in het peesweefsel, wat zeg maar de overgang is van de spier naar het peesgedeelte toe. Nu ga je mechanisch gezien, ga je een soort trekbelasting op die spier creëren door statische stretchen. Je houdt hem 10, 20 seconden vast in een bepaalde situatie. Dat betekent dat je een mechanische load creëert op een spier die al wat met kleine beschadigingen te maken hebt. De kans is dat je door zeg maar, die mechanische belasting erop te zetten, dat die kleine scheurtjes iets grotere scheurtjes gaat worden. Waardoor je in feite niet een blessure creëert. Hoor. Je zal niet zeg maar, dat je door je statische stretchen dat je gelijk een hamstringblessure gaat creëren. Maar je gaat als het ware meer spierschade creëren. En wil juist na belasting, wil je juist herstel wil je bevorderen. Wil juist dat de afvalstoffen die in de spier zitten, wil je laten afvoeren. Als je kiest voor statisch stretchen, zou ik dat niet doen aan het einde van de wedstrijd. Ik zou hem lekker laten uitlopen en wat dynamische stretchen doen. Als je toch het stretchgedeelte van belang acht als sportcoach. Want altijd is gezegd, statisch stretchen na afloop om blessure te verminderen of spierpijn te verminderen. Nou, evidence-based is daar goed onderzoek gedaan door, die link zal ik nog watjes in de chatbox zo meteen even zetten. Door een collega van mij, die heeft stretching, de zin en de onzin, heeft hij heel goed onderzocht qua literatuur. Dus echt meta-reviews gedaan om te kijken van hey, welke type stretching zijn er wel goed en niet goed. Waar het op neerkomt, stretching na afloop, liever een soort race protocol te creëren. Waarbij het lichaam in circulatie wordt gebracht. Dus rustig uitlopen met rustige dynamische stretches. Dat wil zeggen even de uitgangspositie opzoeken, maar niet te lang die mechanische belasting op dat gedeelte neer te zetten. Dat is een beetje... Wordt hier ook een mooie vergelijking gemaakt met een oud elastiekje. Nou, dat is nog een mooiere, ja, absoluut. Dat is, ik zou het wel... En er kwam als laatste, denk ik, een vraag
een vraag slash opmerking komt er binnen. Qua wedstrijdbelasting hebben wij de zogenaamde bekerplaatsingstoernooien aan het begin van het seizoen. Ja. En er wordt hier de opmerking gemaakt is dat die wordt ook berucht genoemd. Omdat dat na de vakantie een trigger kan zijn om tot blessures te leiden. Ja. Klopt deze stelling? Dat klopt. Ja, de acuut chroniek. De acuut lood die je op een lijf zet, die in een chroniek situatie met minder belasting naar zo'n eerste belangrijke piekmoment gecreëerd wordt, is inderdaad groot. Dus de kans op blessures in dat soort situatie is zeker aanwezig. Ja. Nou, ook al volgens mij hebben wij binnenkort overleg met competitiezaken, dus dan mag je geagendeerd worden, denk ik. Het is 16 over 11. Met de goedvinden van jullie allen wil ik Paul heel erg danken voor zijn tijd